Iris van den Berg. Ik run samen met mijn man en mijn ouders een melkveebedrijf in Streefkerk. Met 120 melkkoeien en 50 stuks jongvee. Op veengebied waar vooral gras groeit. Waar de koeien ook het meeste gras eten. Bij ons staat klauwgezondheid er erg bovenaan. Het is belangrijk dat de koeien goed lopen. Wij melken met robots. Loop op de robot is heel belangrijk. Als de koeien niet lopen, dan moet je ze gaan halen. Dan heb je heel veel werk. En het kost je ongemerkt heel veel melk. Ik gebruik de spray omdat het snel opdroogt. Het blijft goed zitten. En er zit geen antibiotica in. Wat voor ons het ook weer het voordeel heeft dat je er geen problemen hebt met de melkleveranties. En duurzaamheid is erg belangrijk. Antibiotica-gebruik moet naar beneden. En door deze spray te gebruiken, hopen wij daar een stukje aan bij te dragen. Doordat wij de hoefje gel gebruiken, kunnen we de mortellaro en de klauwaandoeningen goed in bedwang houden. En het smeert goed uit. Het blijft goed zitten. En het doet zijn werk. Als ik veehouders een tip kan geven, zorg dat je klauwgezondheid echt op orde is. Want zodra je je klauwgezondheid niet op peil hebt, gaat het je gigantisch veel melk kosten. En dat scheelt in je portemonnee.